George, ja, ik kan me voorstellen dat jij je ook af hebt gevraagd. Hoe komen we nou uit die winterstop? Het ging daarvoor zo goed. En dat, dat je toch heel benieuwd bent wat je ploeg heeft laten zien, of zou laten zien. Ja, ja zeker uit zo'n goede serie is het uh, heel verleidelijk om te gaan dromen. Om al uh, weer punten op te gaan tellen. En te denken, als we die ook winnen en die ook winnen. En dat proef je ook wel een beetje. Uh, rondom de club, maar ook wel in de club. Daar hebben we alles aan gedaan om dat uh, snel weg te nemen. Gaat het niet lukken? <laughs> Iedereen gaat weer dromen. Nou, moet zeggen, ik kwam in de kleedkamer binnen met de jongens. En Polten uh, zei gelijk: boys, no party, no music. Must be normal. En natuurlijk, voor ons is het niet normaal. Maar het idee dat je als team niet elke keer een Polonaise gaat lopen. Zoals het anderhalf maand geleden wel was. Vind ik wel heel mooi om te horen. En dat komt dus ook voort uit een ervaren jongen. die ook Bundesliga heeft gespeeld. die dan iedereen even bij de hand neemt. en zegt: Jongens, kom op hè. Ja, maar dat is denk ik bij elke ploeg waar je ervaren jongens hebt. die dat meegemaakt hebben. Dat zijn zo dus waardevolle dingen. Want als trainer kunnen we elke keer schreeuwen. Maar het is veel handiger als een speler dat zegt. Zeker zo'n speler. Door de groep die zegt: Ja, inderdaad. woensdag weer een wedstrijd. Uh, geen tijd voor een groot feest. maar gewoon door. Je zei voor de wedstrijd, we gaan het iets anders doen. Uh, ik weet maar dat je heel tevreden bent over de uitvoering van de eerste helft. Wat ging er zo goed? Ja, ik vond ons dus van begin tot de minuut 15 niet goed. Ook de grote kans van de Heerenveen de kopbal. We hadden moeite om goed druk te krijgen. Uh, daarna kwam ik voor het eerst lang aan de bal. En zag je het plan wat we hadden. Met, met Hansen wat lager, Snedo aan de binnenkant, Rother wat hoger. En daarom wilden we Heerenveen overal tussenin brengen. Uh, daarna ook hoge druk gaan zetten. En ik heb een heel goed half uur gehad tot, tot aan de rust. Ja, Waarbij je bijna nog kansen krijgt op 0-4. Zit jij dan ook nog verbaasd te kijken? Op een gegeven moment, ja, 0-3 voor je tekent ervoor, maar je verwacht het neem ik aan, niet in de uh, Verenigde Nou, we hebben op trainer wel echt uh, een goede week gehad. Met aanvallen, we dachten zo. Als we dat niveau kunnen halen, wordt het goed. Um, maar tegelijkertijd is het genoeg te verbeteren. Ook de tweede helft we hebben we nog een hele goede kans op 4-0 gehad. Ja, die mis je. Maar daarna eigenlijk te weinig kansen gehad om de vierde te maken. Waardoor je ook steeds meer druk gaat krijgen. En ja. de nul houden is ook wel een keertje een, een mooi streven. Dus genoeg te verbeteren. In uh, ja, die tweede dag wil je dan, zeg je dan, ik vind het eigenlijk wel goed dat we zo staan en uiteindelijk niet zo heel veel weggeven? Of zeg je, nee, ik wil gewoon echt veel meer aan de bal zien van ons? Ja, het grootste probleem vond ik twee dingen. Eén, we waren aan de bal niet goed genoeg. Als we de bal hadden, je hebt minder de bal, dus prima, dan moet je aan de bal wel veel beter zijn. En we veel te, konden veel te vaak een kantwissel toestaan. Van links naar rechts, rechts naar links toe. Waardoor je amper druk kon krijgen. Uh, dus dat ze bij ons in de buurt komen, prima. Maar op het moment van druk moet er wel zijn. Dus, dat is zeg. mooie overwinning. Mooie reeks, maar genoeg te verbeteren. Nou, je staat nu een stuk dichter bij het linkerrijtje dan bij de degradatieplaatsen. Het kan, het kan snel gaan, hè? Ja, dat is precies wat de groep uh, afgesproken heeft met elkaar. Niet zo te gaan praten, maar gewoon... <laughs> Even hey, dus hey, ja, je mag het zeker doen. Maar voor ons belangrijk naar Sparta te kijken, want... We gaan omhoog, maar onderin pakken we ook genoeg punten. Dus het blijven gewoon dicht bij elkaar staan. Ja, veilig ben je nog lang niet, wil je maar vooral zeggen. Nee, maar vooral, ja, je moet niet heel snel denken dat het allemaal uh, wel gelopen is. Dat, je, dat het wel goed zit, dat je het op halve kracht kan gaan doen. We hebben een goede ploeg op volle kracht, maar niet op halve kracht. Maar hoe lang is het terug in de bus? Pff, drie uurtjes. Oh, drie uur maar? Oh, dat valt dan mee. Het ja. wordt in ieder geval wel gezellig. Jawel, wel wedstrijdje <laughs> kijken. Komt helemaal goed. Dank je wel. Yes.